Voor Erik Boeteguin was het deze week een bijzondere week. Vorige week speelde hij in Euroborg tegen zijn oude club PEC Zwolle. Zaterdagavond treft hij de club waar hij tot afgelopen zomer voor voetbalde, NAC Breda. It's always nice to play against your old club. And two times in a row, so it's more special. And I'm looking forward for the game. Ja, het avondje NAC is bij jou natuurlijk ook wel heel bekend. Hoe zou je dat kunnen omschrijven, het avondje NAC? Ja, yeah, it's really nice. The supporters they are really helping the team. So we have to really watch out. Because if the team get the feeling from the supporters. And it's always difficult to play over there. Het avondje NAC is gewoon een mooie sfeer. Het publiek wat er dicht op zit, wat de ploeg gaat aanmoedigen. Dus dat is mooi, vind ik mooi. Ik denk dat ook de jongens daar graag spelen van ons. Ja, de atmosfeer, is die te vergelijken met hier in Euroborg? Ja, yeah, yeah, I think is the both supporters are quite similar. So it's always nice to play here, to play there. Yeah. That's what football players like to play. FC Groningen kan de fans van NAC Breda wellicht stil krijgen door vroeg te scoren. Het is in elk geval belangrijk om het eerste kwartier van de wedstrijd heel hard door te komen. First 15 minutes they always come with pressure, trying to get the supporters. And we have to really watch out. With this, try to don't get go in the first moment. And if you score, yeah, it's the best thing to do for sure. Ja. Volgens Erwin van der Looy moet FC Groningen de volle 90 minuten lang geconcentreerd zijn. Want NAC is een ploeg die vanuit het niets een doelpunt kan maken. Ik vind NAC wel een ploeg die de hele wedstrijd toe kan slaan hoor. Ze hebben vrij volwassen ploeg is het. Ook in leeftijd denk ik een van de oudere ploegen van de Eredivisie. Jongens die wel weten hoe het allemaal werkt. En kunnen ook heel geduldig zijn. Dus ik denk inderdaad dat ze fel gaan beginnen in eigen huis, publiek erachter te krijgen. Maar dat ze ook fases hebben dat ze rustig terugzakken en wachten op fouten van ons en eruit vliegen. Ja, nou heb ik even naar de recente historie gekeken van NAC FC Groningen. De laatste 10 jaar. Groningen heeft het daar heel goed gedaan. Ja, nou ja, omdat je ook ruimtes krijgt om te voetballen, mogelijkheden om te voetballen. En omdat NAC dus ook wel wil. Dus dat is wel een voordeel. Vorig seizoen won FC Groningen met 1-0 in Breda. Dankzij een doelpunt 10 minuten voor tijd van Michael de Leeuw. Hoe lijkt het je om zoiets te herhalen komende zaterdag? Ja, het zou mooi zijn. Maar dan zal ik wel moeten spelen natuurlijk. Kijk, vandaag op de training stond ik in de basiself. Maar ik weet natuurlijk niet of Sherry lang geblesseerd is of niet. Dus ik weet het niet. Wij weten het wel. Michael de Leeuw zal beginnen tegen NAC Breda omdat Charon Sherry door een bilblessure noodgedwongen aan de kant moet blijven staan. Ik moet gewoon scherp blijven trainen, gewoon laten zien wat ik kan en gewoon mijn kans afwachten. En als die bal voor de goal komt, dan moet ik hem gewoon binnenkoppen en laten zien waar ik goed in ben. Ja. Nou ja, dat zou bijvoorbeeld zaterdag kunnen, hè? Ja, ja, ik teken ervoor. Een goaltje erbij zou lekker zijn. Zondag liet FC Groningen tegen PEC Zwolle zien dat het spel zoals Van der Looy dat voor ogen heeft steeds beter wordt uitgevoerd. Het enige wat eraan ontbrak was een doelpunt. Ik ben wel tevreden over het spel. Alleen aan de andere kant hebben we de laatste twee thuiswedstrijden 3-3 en 0-0 gespeeld. En dat is toch wel heel zonde. Mm-hmm. Dus daar zijn we niet tevreden over die resultaten. Maar over de ontwikkeling van onze speelstijl, daar ben ik wel absoluut tevreden over. Dat zie je steeds beter terug. En nu ook op de training. Ook als we een keer iemand in moeten wisselen, dan gaat het eigenlijk gewoon door. Dus dat ziet er goed uit.